Oh, die heeft helemaal opgespoten lippen, joh. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Hoppakee, mezelf vermommen. En ik heb het gedaan. Hallo, bonus van de Gamesot. En welkom bij deze nieuwe Fortnite update video. Dat is lang geleden. Maar gisteren is natuurlijk Fortnite seizoen 2 begonnen. En als jullie daar allemaal hyped voor zijn en het goed en goed seizoen vinden, of misschien iets minder, laat gewoon een like achter. En doe dat gewoon eventjes met je pink of zo. Gewoon even lekker liken met je pink. Waarom ook niet? Er is een hele hoop nieuw. En wij gaan zoveel mogelijk laten zien. Om alles te laten zien is onmogelijk. Want er is veel veranderd. We gaan eerst eventjes wat kleine dingetjes laten zien. En daarna map changes. En map changes zijn best wel groot. Want je hebt allemaal plekjes. Geheim agent plekjes. Want het nieuwe seizoen heet Top Secret. Nou, na dat filmpje heb je waarschijnlijk al een kleine indruk. Je kon een beetje op de skins letten. Ik laat ze ook even de Battle Pass heel erg snel zien. Maar nieuwe wapens, die zitten er niet in de game. Er zijn geen nieuwe wapens nog toegevoegd. Nog niet. Er zullen er wel heel snel wat komen. Prefabs zijn er wel een paar nieuwe. Kan ik hier pakken? Deze en deze. En je kan dus nu het schip wat we zo meteen gaan laten zien, de nieuwe map change, kan je straks ook gewoon in creative maken. Dus dat kan je gebruiken voor je eigen custom gamepje als je dat wilt. Ik kan hem alleen hier nu niet gooien, want het kan alleen waarschijnlijk als wij gewoon de game zo stoppen. Dus dat doen we zo meteen, deze dingen. Of het hoeft niet eens eigenlijk, want ik ga gewoon het schip laten zien en de vuurtoren ook. Zo meteen allemaal in game, laten we dat gewoon zien. Maar die kan je nu dus ook gewoon gebruiken in creative. En dan zien we hier consumable is... Zie ik hier niks dat er is toegevoegd? Klopt dat? Ja, alleen een doos. Alleen die kun je hier nog niet krijgen. Ja, dozen zijn dus toegevoegd. Je kent misschien sneaky snowmans en zo. Nu kan je ook in een doos zitten en met een doos rennen en verstoppen. Net als een bush eigenlijk ook gewoon. En dan hier hebben we alle wapens die terug zijn in de game. Alleen sommige wapens denk je van, huh, is dat terug in de game? Dat heb ik helemaal nog nooit gezien. En het zou best kunnen. Zoals deze suppressed assault rifle. Deze suppressed rifle. Allemaal suppressed dingetjes. De heavy sniper rifle. Suppressed SMG. Hier heb je de boombow. Hier heb je de C4's. De drumgun. En deze tactical assault rifle. En de grappler. Nou, sommige dingen zijn met een hele andere kleur terug in de game. De grappler is mythisch geworden. Eigenlijk heel veel van deze wapens zijn mythisch. En de kans dat je die vindt is super duper duper klein. De drumgun kan je best wel snel vinden. De C4's al helemaal snel. En verder, ja, het zijn allemaal best wel zeldzame dingetjes geworden. De grappler is ook nog best wel snel te vinden volgens mij. Maar wat je nog meer kan vinden in de game is een pasje. En met zo'n pasje kan je de kluis openen. En dat laten we zo meteen allemaal gewoon eventjes zien. Er is ook iets uit de game gehaald. En dat is de damage trap. Dus gewoon een trap is uit de game gehaald. En de bolt sniper is ook uit de game. Nou, dit is eigenlijk in het kort allemaal wat er is veranderd in de game. Maar nu gaan we nog in de map kijken. Want daar zijn nog veel meer dingetjes veranderd. Maar eerst ga ik nog eventjes kort de Battle Pass laten zien. En daar zitten we dan gewoon in de lobby. En op de achtergrond zien we een logo. Volgens mij is dat het logo van Ghost. Je hebt straks Team Ghost en Team Shadow. De good guys en de bad guys zijn het volgens mij zo een beetje. Je ziet hier een knopje van de Battle Pass. En als je op Battle Pass klikt, kom je hier in dit schermpje terecht. Je ziet hier Daily Assignments. Dat zijn de dagelijkse challenges die je kan doen. Daar zie je de agents. Daar kan je ook dingen mee vrijspelen. Dingen mee doen allemaal. Ik heb op deze eerste meneer geklikt. Maar die kan ik pas vrijspelen bij Battle Pass 20. Wow, en hier moet je dus een team kiezen. Brutus heet hij. En dan kan je Team Shadow
of Team Ghost kiezen. Ja, heel erg vet, maar daar kan ik pas iets mee doen als ik dus tier 20 ben. Hier zie je de challenges, allemaal hier op de kaart. En daar zie je ook meteen de nieuwe plekken van de map. De Shark is een nieuw plekje, de Agency, daar rechtsboven, daar zie je ook nog iets. En hier links zie je ook nog iets. En daar gaan we zo meteen allemaal eventjes snel naartoe. Coming soon zie je hier ook iets. Dit lijkt op een soort van Call of Duty game ooit wat eraan gaat komen. Voor de Battle Pass mensen alleen waarschijnlijk dus. Dat weet ik allemaal nog niet zeker, dat is nog een beetje onbekend. Hier zie je de skin. Je kan één skin kan je upgraden en dat is deze skin, Maya. En als je erop klikt zie je wat je allemaal kan upgraden. Maar ik heb hier nog niks van. Elke week zou je zoiets kunnen vrijspelen voor Maya. En zou je haar langzaam maar zeker een beetje kunnen customizen, stukje voor stukje. Dus niet een hele skin in één keer, maar je kan haar haren alles stukje voor stukje customizen. En dan heb ik hier nog een Deadpool plekje. Hier zit Deadpool, alleen hij is er nu niet. Je kan op zijn computer gaan bijvoorbeeld en je kan dingetjes doen op zijn computer. En je ziet challenges, find Deadpool's letter to Epic Games. Dat is een dingetje, je moet heel veel challenges doen en op een gegeven moment kan je ook de Deadpool skin vrijspelen. Ook heel erg chill. Dit is de letter, nou ik heb hem al gevonden en dit is de eerste challenges die ik nu hier live volgens mij gewoon heb gedaan. Ik heb hem. Don't thank the bus driver. Dus het volgende potje wat ik speel moet ik de bus driver niet bedanken. Heb ik die challenge ook gedaan. En als je al die challenges gaat doen, speel je op een gegeven moment Deadpool gewoon helemaal vrij. En dat is dus een soort van Easter egg aan deze Battle Pass. Laat ik nu nog eventjes snel even de Battle Pass aan jullie zien. En ik zie de textures hierachter, die zijn niet allemaal heel erg mooi. Hier zie je een paar skins en dan gaan we snel door naar de volgende. Dan zie je Brutus en die kan ik dus bij tier 20 vrijspelen, zie je hier ook allemaal. En dan zien we hier nog allemaal een pickaxe die je kan vrijspelen. En dit is volgens mij een glider, ja. En dit textures zijn zo raar, waarom laat het niet fatsoenlijk in? Hier heb je nu weer een skin, tier 40. Nog een skin voor tier 34. Deze is echt heel vet. Het is gewoon een skin style eigenlijk. Want bij tier 1 kreeg je al een andere stijl daarvan. En dan heb je hier die hele brede kat. Die is ook heel erg vet, die skin. Hier heb je nog pickaxe en zo. En wat verschillende dansjes. Oké. Hier nog een hele vette skin. En ik zie nog een andere stijl. Oh, die heeft helemaal opgespoten lippen, joh. Wat is dit nou allemaal? Is dit serieus? En hier zie je een banaan. En nog een pickaxe. En dit is de tier 100 skin. En dan kan je dus kiezen. Ook voor hem. Wil je deze voor team Ghost of team Shadow? Ghost is wit. Shadow is zwart. Eens even kijken. We gaan nu alle plekjes laten zien. Alle nieuwe plekjes aan jullie die in de map nieuw zijn. En als laatst gaan we nog eventjes een nieuw plekje in actie laten zien. Want er zijn altijd geheimagenten of spionnen of hoe je het ook wil noemen. Ze zijn altijd aanwezig. Helaas werkt de game mode nu niet Battle Lab, waarin ik dus alle plekjes wilde laten zien eventjes. Maar ik laat het nu wel zien door middel van een plaatje. En we gaan één plek vol in actie nu bezoeken. Je ziet op de map, zie je linksboven de Shark. En daar gaan we nu naartoe. Dus dat zien jullie zo meteen gewoon hier live op je beeldscherm. Rechtsboven die kaart zie je ook de jacht. Dat is de boot. En op die boot kan je heel lekker looten. Het is ook een hele mooie plek. Je ziet daar een mooi standbeeld. Het is gewoon echt een hele toffe plek om te landen. Dus zeker doen. In het midden van de map is ook een hele grote plek om te landen. Volgens mij is dat van Team Shadow. Nee, van Team Ghost in het midden, die basis. En dan zie je rechtsonder ook nog een plekje in een grot. En via die grot kan je ook weer in een luchtdingetje. Net zoals bij het kernsplekje. En dan kan je weer weg gaan vliegen. En dat is ook een hele mooie, fijne, chille plek. Linksonder in de map heb je ook nog een plekje. En dat is een olie plekje. En daar kan je ook weer lekker looten en zo. Maar wij gaan dus naar de Shark. Verder op de map zijn nog veel meer plekjes. Verborgen plekjes. Zo ook bij Pleasant Park. Bij dat voetbalveld heb je ook een wc-hokje. En via dat wc-hokje kan je naar een geheime basis ook. Die onder Pleasant Park zit. Dus dat is ook heel chill. Maar wij gaan nu dus naar de Shark. Maar voordat we naar de Shark gaan, gaan we eerst daar naartoe. En bij dat plekje kunnen wij ons omkleden. Bij allemaal van die eilandjes heb je ook wc-hokjes. En als je erin gaat, wat we zo meteen nog gaan doen, ga je altijd naar een ander eilandje toe. En dat laat ik ze zo meteen zien. We gaan onszelf eerst eventjes verbergen. Vermommen gaan we eerst eventjes. Oh damn, dit gaat gevaarlijk worden. Daar is de Shark, maar wij gaan voor de Shark landen. Holy guacamole, wat is het druk daar. Wat is er met mijn textures aan de hand? Wow. Ik ga meteen deze kist hier pakken. En Oké, ik heb een wapentje. Ik heb iets tenminste. Dan ga ik me vast vermormen. En dat moet hier in dit telefoonhokje hier zo. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Hoppakee, mezelf vermommen. En ik heb het gedaan. Bam! Ik ben vermomd als zo'n spion. Kom je ook eventjes? Dan gaan we snel door het telefoonhokje. Hop. Oké. En het lijkt nou dus dat ik een bot ben. Er zijn heel veel bots
op die stukjes land. Je moet hier dus gewoon even ingaan. Jij gaat je ook even vermommen. Wow, dat zag er gek uit. En kom, we gaan door het wc dingetje. En waar komen we uit? Bij welk eiland? Hoppakee, we zijn hier. Oké, via hier kunnen we ook makkelijk eventjes... zit hier nog iets in? Ja, hier zit een kist. Moeten we even naar het geheime eiland toe gaan. Daar zo dus. Of het geheime eiland, naar die legerbasis. Daar zitten heel veel mensen. Legerbasis is het ook niet. Geheime basis, top secret James Bond basis. Daar heb je ook een kluis en er zit super lekkere loot in. Maar waarschijnlijk is die al geopend omdat er zoveel mensen zijn die daar naartoe zijn gegaan. Ik heb gehit. Even kijken, we moeten daar naar binnen. Want er zijn heel veel geheime agenten. Wij waren net zo vermomd als hun. IJsbeer Fight Flash is nog vermomd als die Secret Agent. Maar als je schiet ben je niet meer vermomd als... Kom op! Oké. Okay. Just low. Oké, okay, ik ga je meteen even rebooten. Oh man, ik wilde niet echt spelen. Ik wilde alleen eventjes hier naar de kluis. En ik wilde spanning en sensatie hier hebben. Hoppakee. Want hier horen we de muziek al. Dit is de muziek wat zich altijd afspeelt als er een geheimpje is. En wij gaan nu dus dat geheimpje opzoeken. Ik zie hem al voetstappen. Dus er zitten meer mensen hier. Maar wij willen de kluis en die zit hieronder. Oh god. En ik zie daar een grappler. Daar is zo'n mythische grappler. Zou de kluis al open zijn? Ik denk het wel. Oké, we kunnen gaan kijken hier. Heel... Oh, hier is iemand. Ja, je ging naar boven. Maar wij willen naar beneden, hè? Oh. Lekker, 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 lekker. Oké, de kluis is afgezet, dus die kluis is waarschijnlijk al open. Hij is eronder. Ik open deze nog even. Oh god, ik ben gemarkeerd! Pas op, pas op, pas op, dat ding gaat schieten. Oh, hij is kapot. Oké. Pak de big shield, ik ga beneden kijken. Hij is geopend. Maar... Nee, hij is niet geopend. Ik heb de key. Je hebt de key, nice. Open hem, open hem, open hem, open hem. Ah, hij is kapot. Pas op. Ik zit er echt onder. Hij kan mij niet raken als het goed is, of wel? Oké, ik heb hem. Oké, je kan hem ook via... Hieronder kan je hem ook... uitschakelen. Je kan heel het stroom uitschakelen. Je hebt hem met het pasje wat je hebt gevonden. Die kan je krijgen uit de spies. De spionnen die hier rondlopen, die we nu niet hebben gezien. Kan je die krijgen, de sleutel. En dan kan je hier de kluis openen. Dit. Wat komt er allemaal uit? Dit. En deze. Even kijken, wat hebben we eruit gekregen? We hebben ook dit hieruit gekregen. En dit is heel chill. Die kan je maar 3 meenemen. Jij kan die ook 3 meenemen als je wilt. Die dingetjes. En die dingen zijn nou super chill. Dus we gaan eventjes kijken of we nog zo'n spy kunnen vinden. Want ik weet waar er nog eentje zit waarschijnlijk. En dat is... kunnen we hem openen? Hier. Zit meestal nog een spion. Maar nu niet. Als je zo'n spion hebt, kan je hem een knock schieten. Dat is eigenlijk gewoon een bot. En die kan je bij zijn keel grijpen. En dan krijg je speciale dingen. Soms krijg je ook een pasje. En met dat pasje kan je dus de kluis openen. Kijk, ik kan nu niet hierdoor, omdat ik nu niet vermomd ben als een spion. Als ik vermomd ben als een spion, wat we net waren, kunnen we hier wel zo doorheen. Maar we moeten move, want de storm komt eraan. En dit is eigenlijk gewoon een beetje het nieuwe in het seizoen. Dit is de toevoeging. Binnenkort verwacht ik ook helikopters. Maar dit is dus het grootste nieuwe gedeelte. Oh, ze hebben ons ook al gespot. Ik ga ze gooien. Ik gooi ze. Oké, ik heb ze allemaal gegooid. En ik ga zelf hier naar boven lopen. Dat ik high ground heb. Oh. Oh, nee! Waar zijn ze? Ze zijn helemaal boven. Eens heb ik al nog. De andere heb ik op. Oh, nice. Ja, lekker. Ik wilde die andere lekker gefinished. Hé, maar ik zie hier de suppressed sniper rifle. Ik heb hem gevonden. Wat? Dat is nog iemand. In het water, aan de overkant. Overkant, markeer hem als je hem ziet. Zit hij nog in het water? Oh ja. Ik heb hem 2 keer voor 25 shield. En... Ik heb hem, 95 gehit met de suppressed sniper rifle. En... Oh, zijn teammate zit erachter ook nog. Oh, hier is hij. 119 gehit. Oh, hij is zo low, deze guy. Oh, die vis is... Ja, lekker, lekker. Nou, die rode nog. Kom op, kom op. Oh, daar is hij.
Pakken. Ah, nee, helaas. Ja, nou ja, dit zijn in ieder geval hele toffe vernieuwingen allemaal. Dat we een potje zouden spelen was niet helemaal bedoeling. Maar laat een like achterop en informeren. En tot de volgende keer maar weer.